In dit webinar ga ik in gesprek met ondernemers. Zo spreek ik met Berend Jan van der Steeg van Van der Steeg Ontwikkelen en Bouwen uit Genemuiden. Wat is de situatie in de bouwsector? En maken we kennis met Jantine van Denderen van evenementenlocatie Fort Voordorp in Groenekan onder de rook van Utrecht. Het is een zeer bekende locatie in de evenementenbranche. Jantine heeft samen met haar broer als mede-eigenaar moeten besluiten om te stoppen met Fort Voordorp. En dat is na tientallen jaren een zeer emotioneel besluit. Ook aandacht voor onze eigen Olaf ten Hope, bestuursvoorzitter van MTH. En net als de vorige editie, je kunt vragen stellen. Rechts op het scherm kun je jouw vraag kwijt en we proberen jouw vraag vanavond live te behandelen. Mocht dat niet lukken en de vraag blijft onbeantwoord, dan nemen we na afloop contact met jou op. Ons vragenpanel bestaat vandaag uit mijn collega Johan Fokkens, belastingadviseur en lid van de Taskforce Corona. Naast Johan heten we vanavond ook welkom mijn collega Liesbeth Leijten. Liesbeth is juridisch adviseur en adviseur voor wat betreft HR-vraagstukken. We hebben vanavond ook een poll en de poll is gericht op interne coronamaatregelen binnen het bedrijf. De poll vind je aan de linkerzijde van het beeldscherm. We starten met de actualiteit. Binnen MTH werken we met de Taskforce Coronavirus. Iedere dag weer bestuderen mijn collega's van de Taskforce alle overheidsmaatregelen en faciliteiten voor het MKB. De kennis wordt gedeeld met de 450 collega's in het land en daarmee vooral ook met onze relaties. Namens de Taskforce vraag ik jouw aandacht voor Johan Fokkens met de laatste stand van zaken. Vanuit Bussen, dag Johan. Ja, dag Arie, goedenavond. Aan mij de eer om een update te geven van de coronamaatregelen. Afgelopen week, afgelopen 20 mei, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een behoorlijk aantal verlengingen aangekondigd. En die ga ik proberen zoveel mogelijk puntsgewijs samen te vatten nu. Ik begin daarmee met de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. En dan even met de NOW 1.0 regeling, zoals die tegenwoordig heet, nu we na de verlenging een 2.0 hebben gekregen. De eerste periode wordt dus verlengd, komt 3 maanden achteraan. Voor juni, juli, augustus wordt dat dan een loonsubsidie. Wat verandert er in de 1.0 regeling? Daar waren wat, noem het problemen ten aanzien van seizoensinvloeden. Andersoortige regelingen. Nou, wat gebeurt er? De referentiemaand januari wordt aangepast naar maart in een aantal gevallen. Waardoor je van een ander vergelijkingssalaris uit kunt gaan. En daardoor eigenlijk recht hebt in veel gevallen op meer NOW-subsidie. Die wijziging van die referentiemaand heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld startende ondernemers, overgang van de onderneming. Ook in die gevallen komt er meer ruimte voor NOW-subsidie, waar dat wellicht in de tot vorige week bekende NOW-regeling niet het geval was. wat betreft de overgang van de onderneming wordt er dan ook gekeken om de regel voor startende ondernemingen bijvoorbeeld toegepast. Waarom? Als je een onderneming overneemt, dan heb je een flinke omzetstijging over het algemeen. Gekochte omzet, ja, en dan is een omzetdaling ten opzichte van het hele voorgaande jaar allicht niet aan de orde. En nu misschien ineens wel, omdat je de startersregeling mag toepassen. Dan heeft er in het FD een artikel gestaan, trouwens in andere kranten ook, over bijvoorbeeld de 13e maand en de in januari extra uitgekeerde salarissen, waardoor over 2019 die dan in januari 20 werden uitgekeerd, waardoor je veel minder NOW-subsidie zou krijgen of een veel grotere korting zou krijgen. Nou, daar is een oplossing voor bedacht. Dat wordt door het UWV uiteindelijk bij de vaststelling gefilterd. De uiterste datum voor het aanvragen van de definitieve vaststelling van de NOW, die was bedacht op 1 juni dat zou kunnen, vanaf 1 juni. Die is vanwege de verlenging uitgesteld tot 7 september 2020. Termijn blijft wel hetzelfde. 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak moet je de aanvraag indienen voor het definitief vaststellen. En als een accountantsverklaring vereist is, dan wordt die termijn verruimd naar 38 weken.
Nou, mocht je nu wel in aanmerking komen voor NOW 1.0, waar je dat voorheen niet kon komen, dan is er in die zin goed nieuws dat ook de aanvraagtermijn, de aanvraagperiode is iets verlengd. Die zou eindigen uiterlijk 31 mei aanstaande en dat wordt verlengd naar 5 juni aanstaande. Dan de NOW 2.0. Die gaat over de periode juni, juli, augustus 2020. Is aan te vragen waarschijnlijk vanaf 6 juli pas. Criteria blijven wat betreft omzetverlies hetzelfde, minimaal 20%. Wederom ten hoogste 90% van de loonsom. De meetperiode, die kan, dus de meetperiode voor de vergelijkingsomzet ten opzichte van de omzet 2019, die gaat starten naar keuze op 1 juni, juli of 1 augustus. Waarbij aangetekend moet worden dat als van de NOW 1.0 regeling gebruik gemaakt is, dan moet de meetperiode aansluiten op de meetperiode die voor de eerste ronde gekozen is. De referentiemaand voor de loonsom wordt per definitie maart 2020. Onder de NOW 1.0 was dat januari. Het voorschot dat blijft op 80%. Tot de omzet worden ook subsidies gerekend, waarbij uit de Kamerbrief zou kunnen worden afgeleid dat ook de NOW als een subsidie kwalificeert. Maar dat kan ik mij totaal niet voorstellen omdat je dan in een rare cirkel zou komen. Dus dat moet nog uiteindelijk uit de definitieve tekst blijken hoe daarmee omgegaan moet worden. Dan de beroemde ontslagboete, die gaat vervallen zoals men dat dan zegt. Daar zal straks mijn collega Liesbeth Leijten nog het een en ander over vertellen. Ook wat betreft de ontslagbescherming, dat die blijft bestaan en hoe dat dan uitwerkt, daar komt zij straks op terug. Onder de NOW 1.0 hebben we de uitbreiding gehad naar zeg maar, de werkmaatschappijregeling, noem ik het dan maar even. Als je daar gebruik van maakte, dan mocht je geen dividend uitkeren, eigen aandelen inkopen of bonus uitkeren aan bestuur en directie. Nou, dat wordt iets generieker. Onder NOW 2.0 is dat in zijn geheel niet meer toegestaan. Met dien verstande dat dat alleen geldt bij subsidiebedragen waarvoor uiteindelijk bij de vaststelling een accountantsverklaring is vereist. Hoe die grensbedragen zijn, daar kom ik straks nog even op terug. Verder komt er een inspanningsverplichting voor werkgevers ten aanzien van omscholing van werknemers. Als je gebruik maakt van NOW 2.0. De informatieverplichting, dus van ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers, die blijft bestaan. De oude NOW-regeling had een toeslag van 30% bedoeld voor vakantiegeld en sociale lasten. Die wordt verhoogd, die toeslag op de loonsom, naar 40%. En daarmee is bedoeld en beoogd om een deel van de, noem het maar, overige vaste lasten ook te dekken. Dus zeg maar, ja. Niet direct gerelateerd aan de loonkosten, maar andere vaste lasten. Daar is die verhoging voor bedoeld. De bepalingen rondom het openbaar maken van het feit dat je gebruik maakt van de NOW, die veranderen ook niet en worden ook zo voortgezet. Dan de vaststelling uiteindelijk van de subsidie. Daarvoor zijn de grensbedragen bekendgemaakt voor wanneer is wel of geen verklaring nodig van of een accountant of een derde deskundige, zoals dat genoemd wordt. Die grensbedragen gaan, zoals het er nu uitziet en ik het interpreteer, per NOW-periode. Dus de eerste NOW 1.0 heeft een grensbedrag met een voorschot als dat meer bedraagt dan 100.000 euro. Of de definitieve subsidie is 125.000 of meer. Dan is een accountantsverklaring vereist bij de definitieve vaststelling van de subsidie. Indien het voorschot 20.000 euro of meer bedraagt, dan wel de definitieve subsidie 25.000 of meer, dan is een verklaring van een derde deskundige vereist. Die verklaring zal qua inhoud en omvang vergelijkbaar zijn met uiteindelijk de verklaring die bijvoorbeeld ook moet worden gegeven door een derde deskundige bij het verlengen van je uitstel van betaling voor belastingschulden. Alle andere situaties, dus minder dan 20.000 voorschot, dan wel minder dan, of minder dan 25 definitieve subsidie. In die situatie kan de ondernemer zelf de informatie aanreiken.
In alle gevallen geldt dat de administratie uiteraard voldoende op orde moet zijn, inzicht moet bieden in omzet, in loonsom en dergelijke zaken meer, zodat het uiteraard altijd gecontroleerd kan worden achteraf. Dat wat betreft de NOW. Dan is er een nieuwe afkorting bijgekomen, de TVL, de tegemoetkoming vaste lasten. Dat is de opvolger van de TOGS, beter bekend als de 4000 euro voor bepaalde sectoren. De TVL als opvolger daarvan heeft een iets hoger bedrag, namelijk maximaal 20.000 euro over een periode van 3 maanden. Dus ruim 6600 euro per maand maximaal. En de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De sectoren waar die een beroep kunnen doen op deze tegemoetkoming zijn dezelfde als de onder de TOGS. Dus afhankelijk van je SDI-code kom je wel of niet in aanmerking. En een minimaal omzetverlies om in aanmerking te komen is 30%. En tot slot, deze TVL die zal ook net zoals de TOGS worden vrijgesteld van belastingheffing. Dan hebben we nog de TOZO, de bijzondere bijstandsregeling. De huidige die loopt tot 31 mei aanstaande. Die wordt eenmalig verlengd met 3 maanden en krijgt dan de naam TOZO 2-regeling. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de eerste TOZO-regeling is dat er een partnerinkomenstoets wordt toegepast. En dat betekent dat je alleen recht hebt op TOZO 2 als het inkomen van het huishouden onder het sociaal minimum komt. En dan wordt met de TOZO-uitkering het inkomen alleen aangevuld tot het sociaal minimum. Het onderdeel van wat betreft de rentedragende lening voor bedrijfskapitaal van ten hoogste iets meer dan 10.000 euro, die blijft bestaan. Mocht je onder TOZO 1 al een bedrag geleend hebben, dan kun je dat onder TOZO 2 aanvullen tot dat maximum. Waarbij overigens bij het aanvragen of het verstrekken van de lening geen sprake mag zijn van surseance van betaling of een faillissement van de betreffende ondernemer of onderneming. Volgende onderwerp is uitstel van belastingschulden. De termijn voor zeg maar, de eerste aanvraag van noem het maar ongeklausuleerd uitstel krijgen, die wordt verlengd. Die zou eindigen 19 juni aanstaande en dat wordt verlengd tot 1 september. Dus voor de eerste aanvraag, waarbij je in principe op eerste verzoek gewoon zonder vragen of toelichting 3 maanden uitstel krijgt. Daarna komt de periode langer dan 3 maanden uitstel, als je dat verder wilt. Daar hebben we vorige keer ook wat over gezegd. Daar is een aanvullende eis bij aangekondigd. En die aanvullende eis houdt in dat de ondernemer in kwestie zal verklaren dat hij geen dividenden of bonussen zal gaan uitkeren, dan wel eigen aandelen inkopen. Nou, de vormgeving van de exacte verklaring die zal nog nader moeten worden uitgewerkt. Maar dat is wel een beperking als je daarvan gebruik wil maken van die verlenging. Na die periode van 3 maanden, dat geldt overigens vanaf het moment dat je de eerste aanvraag doet, alle aanslagen die daarna komen, daar eindigt het uitstel van betaling op dezelfde datum als van, noem het maar even, van de eerste. Dus die hebben in feite een kortere periode. Na die 3 maanden, en dat zal dan in ieder geval niet eerder zijn dan 1 september is aangekondigd overigens, zal aan de ondernemers een passende betalingsregeling worden aangeboden. Of geboden eigenlijk. Dat betekent dat je in overleg met de Belastingdienst uiteindelijk een betalingsregeling treft. Dan wel 3 maanden uitstel verlengt en dan komt er dan een betalingsregeling. Wat is goed om in het achterhoofd te houden? Het tarief van de belasting- en invorderingsrente is verlaagd. Dat was 4 of 8%. Afhankelijk van het belastingmiddel en dat is 0,01 geworden. Die verlaging die loopt nu door tot 1 oktober 2020. Dus vanaf dat moment gaan de oude tarieven, vennootschapbelasting bijvoorbeeld 8%, inkomstenbelasting 4%, weer als rentebedragen gelden zoals het er nu naar uitziet. Dus op zich wel iets om rekening mee te houden met de liquiditeitsplanning. Dan nog even een nieuwe afkorting, de TOVA. Dat is een regeling die moet gaan werken als extra vangnet voor flexwerkers.
dat is meer een verkennend geheel waar aan gedacht wordt. Er is nog weinig heel concreets aan, maar het zal gaan om een beperkte bijdrage voor degene die een substantieel inkomensverlies hebben als flexwerker en ten behoeve van het levensonderhoud ook al geen aanspraak hebben gemaakt op andere inkomensvoorzieningen. Hoe die eruit gaat zien, dat zal nog wel onderwerp van het nodige debat worden. Maar dat is met name de laatste nieuwe afkorting. En dan realiseer ik mij één ding, voordat we terug gaan naar Arie. Bij de uitbreidingen van de NOW-mogelijkheden, bijvoorbeeld doordat je referentiemaand van januari naar maart wordt verplaatst, als je daardoor een recht hebt op een hogere tegemoetkoming, zul je moeten wachten op de uitbetaling tot in ieder geval september, want dat gebeurt pas aan het eind van de rit. Er komt geen tussentijdse correctie zoals het er nu naar uitziet. Arie, terug naar jou. Dankjewel. Jan zien we vanavond samen met collega Liesbeth Leijten meerdere malen terug als zij vragen zullen beantwoorden die je kwijt kunt aan de rechterkant van het beeld. De laatste vragenronde zal specifiek ingegaan worden op vragen rondom vakantie en verlofdagen, want de zomerperiode is in aantocht. Het is duidelijk dat er heel veel vragen zijn namelijk rondom verlof. En aan de linkerzijde kun je meedoen aan de poll. Dan nu aandacht voor Van der Steeg ontwikkelen en bouwen uit Genemuiden. Welkom Berend-Jan van der Steeg in Genemuiden. Goedenavond, Arie. Zichtbaar vanuit jouw eigen bedrijf? Ja, klopt. Wat kun je vertellen over je eigen bedrijf? Wij hebben een familiebedrijf, Van der Steeg ontwikkelen en bouwen. We hebben in 2017 ons 100-jarig jubileum gevierd. Op dit moment ben ik samen met mijn zus Anne, samen eigenaar van der Steeg. En wij zijn ook de vierde generatie binnen het familiebedrijf. We zijn gespecialiseerd in projectmatige woningbouw en zorgvastgoed. Voornamelijk uit eigen ontwikkeling. En dat doen we in de regio Zwolle. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingen. Dat is in kort wat wij doen. We bouwen ongeveer 130 woningen per jaar. En dat doen we met 50 medewerkers. Berend-Jan, kun jij vertellen over de coronacrisis? Wat heb jij gemerkt in deze coronatijd? In het begin merk je gewoon chaos. Niemand weet welke kant het opgaat, hoe heftig het wordt, hoe heftig het niet wordt. De eerste twee weken ben je eigenlijk met name bezig. Voel je soms net Mark Rutte die overal duidelijkheid moet geven binnen het bedrijf waar je dat eigenlijk zelf helemaal niet hebt. Gigantisch veel vragen van medewerkers en dat soort dingen. Gelukkig kwam Bouw Nederland vrij snel met een protocol samen veilig doorwerken. Dus dat is voor onze branche is dat ontzettend belangrijk geweest. En daarmee keerde de rust ook wel weer terug. Daarna waren we wel bezorgd over onze leveranties. Alle materialen en spullen die ook best nog wel veel uit buitenland kwamen. Dus we hebben eigenlijk wel echt oldschool gehamsterd van materiaal. Dus Je hebt extra besteld. Ja. We hebben alle leveranties naar voren gehaald, dus we hadden de bouwprojecten volstaan met materialen. Achteraf blijkt het niet helemaal nodig te zijn geweest, maar dat weet je van tevoren niet. Nu dat eigenlijk allemaal achter de rug is, is het enige waar we ons nu zorgen over maken, is over de toekomst. Ja, blijft de vraag op peil naar woningen, zoals het nu lijkt wel. Maar eigenlijk, de regelingen die Johan net genoemd heeft, Johan Fokkens. Wij maken gelukkig geen gebruik van één van deze regelingen. Daar zijn we wel heel dankbaar ook voor dat dat zo is. Je had het net over het personeel. De omgeving in Genemuiden is zwaar getroffen door corona. Heb jij ziektegevallen gehad binnen je bedrijf? Ja, wat wij met name zagen, dat we in de eerste weken met name een gigantisch oplopend ziekteverzuim hadden. Wij vroegen mensen ook expliciet, we hebben het echt heel serieus genomen van, joh, heb je inderdaad een klein kuchje, blijf alsjeblieft thuis. En dan zie je ook wel, of in het begin zagen wij dat er best wel een piek was, maar nu merken we ook wel weer dat het toch wel weer een soort van normaliseert, waarbij we nog steeds wel strikt zijn op de maatregelen die het RIVM ons voorschrijft. Maar toch merk je wel dat we weer teruggaan naar een beetje een nieuw normaal, waar iedereen wel zijn taken uitvoert
Dus ja, op zich valt dat mee. Je hebt me eerder verteld dat jij de communicatie met je personeel vanaf het begin heel serieus hebt genomen. Je vertelde dat er heel veel vragen kwamen, dat je in het begin ook daar de antwoorden niet op wist. Hoe ben je omgegaan met personeelsleden die kleine kinderen hadden, die naar de lagere school gingen en daar eigenlijk niet naartoe konden gaan, die willen meer thuis moesten blijven? Hebben die vakantiedagen moeten schrijven? Nee, zeker niet. Nee, we hebben, als er dan de eerste vraag daarover komt, ja, hebben we wel heel snel de keuze gemaakt van juist in deze tijd kunnen we ook aantonen wat we voor goed werkgever zijn. Dus we hebben echt gekozen voor goed werkgeverschap. En we zijn daar eigenlijk heel royaal in geweest. Hè. De mensen die op de kinderen moesten passen, nou ja, die konden dan thuis blijven zonder dat daarvoor vrije dagen of iets van snipperuren voor opgenomen moesten worden. We hebben ook ons gerealiseerd in de bouw, hebben we een tekort aan handjes, zoals ze dat dan noemen. De crisis is hopelijk van korte duur en straks zijn we iedereen weer hartstikke hard nodig om verder te gaan. Dus we hebben in deze wel echt gekozen om ook gewoon goed werkgever te zijn en loyaal te zijn naar ons personeel, wat ze andersom ook zijn. Dus. Welke afspraken, CQ-adviezen, gelden er op de bouwplaats? Ja, wat wij gelijk de eerste weken ingesteld hebben, is met niet meer dan 2 personen in een busje naar de bouwplaats. Niet meer dan 4 personen in een schafkeet. Iedereen heeft zijn eigen schafgelegenheden, dus er wordt ook niet gewisseld onderling. Natuurlijk overal desinfectiemiddelen. Dus eigenlijk dat met name. Hè. Dus die afstand hebben we wel als een van de belangrijkste dingen gezien. Dus we hebben keten bij moeten plaatsen. Of schafketen, schafgelegenheden, zeg maar. Dus ja, al dat soort dingen. En met name merk ik ook wel, we hebben het echt heel serieus genomen. Dus de eerste week ben je vooral bezig om het vanaf kantoor allemaal te regelen. Daarna hebben we ook echt voor gekozen om, ik ben alle projecten langs geweest. Ik heb eigenlijk iedereen gesproken. En ook wel gevraagd van, joh, zijn er nog dingen waar je onzeker over bent? Noem het, kunnen we daar misschien nog wat aan doen? En we hebben ook wel, de een is wat onzekerder daarin dan de ander. En ook aan die specifieke wensen hebben we wel weer proberen tegemoet te komen. We hebben wel geprobeerd om zo persoonlijk en zo goed mogelijk op te pakken. Kijken naar de langere termijn, Berend Jan, dan heb je te maken met projectontwikkeling, hè? Vierde generatie, bouwbedrijf, niet alleen bouwen, maar ook ontwikkelen. Ik kan me voorstellen dat de coronacrisis ook vertraging zal opleveren als je het hebt over ontwikkeling, omdat ambtelijk apparaat natuurlijk stil ligt. Wat verwacht jij daar zelf van? Ja, ik vond het wel jammer om gelijk bijna de eerste week al te zien dat we berichten kregen vanuit gemeentes. Dat de corona zeker effect gaat hebben op allerlei doorlooptermijnen binnen de gemeente. We hebben eindelijk gehoopt hadden dat we gezegd hadden, oké, laten we extra gas erbij geven om het spul aan de praat te houden. Want de bouw is ook zeker een belangrijke motor van de economie. Maar uiteindelijk hebben wij zelf, moet ik zeggen, daar nog niet echt hinder van ondervonden of vertragingen door opgelopen. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat geen positief effect heeft op de doorlooptijd. Maar zelf hebben we daar nog geen hinder van ondervonden. Dus teruggaan naar voor de coronatijd, hadden we te maken met PFAS en stikstofproblemen. Zal die discussie ooit weer terugkomen, verwacht jij? Ja, dat weet ik wel zeker. Omdat het nu zeker wel naar de achtergrond verdwenen is, maar daar eigenlijk nog niets veranderd is. Hè. Dus de vragen die we hadden voor de coronacrisis over stikstof en PFAS, die leven ook gedurende en na deze crisis nog steeds. Maar je merkt wel dat dat naar de achtergrond verdwijnt. En dat blijft wel gewoon een onderliggend probleem. Nou, tenslotte, als we kijken naar de woningmarkt, hypotheekrente blijft historisch laag, enorm tekort aan woningen. Hoe zie jij de toekomst van de woningmarkt? Wij houden zeker echt wel de moed erin. Ook de cijfers zijn op dit moment gewoon goed. De woningverkopen lopen nog niet terug. Maar we realiseren ons aan de andere kant ook wel weer dat dit waarschijnlijk geen positief effect op de woningmarkt gaat hebben. Dus ja, waar het negatieve effect zich laat blijken, dat zou kunnen, als de onzekerheid toeneemt, dat de hypotheekrente stijgen. Het zou kunnen dat toch de vraag afneemt en daarmee bijvoorbeeld de prijzen van woningen. En het woningtekort is wel een begrip wat heel makkelijk altijd naar gerefereerd wordt, maar het woningtekort zit met name
in een groep waar heel moeilijk voor te bouwen is. Echt ontzettend echt goedkope woningen. En met name de betaalbaarheid is echt een probleem en blijft ook in de toekomst wel een probleem. Dus dat woningtekort, ja, dat is er. Maar dat ligt ook in een segment die heel moeilijk te bedienen is. Dankjewel, Berend-Jan van der Steeg van Van der Steeg Bouwen en Ontwikkelen. Voor de eerste keer vanavond schakelen we over naar Tini Dijkstra voor de beantwoording van vragen. Tini, jij bent op ons kantoor in Bussum samen met Johan Fokkens, die we al eerder zagen, en ook Liesbeth Leijten. Er zijn vragen binnengekomen. Dat klopt, Arie, dankjewel. Voorafgaand aan het webinar zijn er ook behoorlijk veel vragen gesteld. Dat is natuurlijk erg fijn, dat vinden we prettig. Want daarom kunnen wij ook de vragen beter voorbereiden en kunnen we zo zorgvuldig mogelijk antwoord ook aan de luisteraars bieden. Veel van de ingestuurde vragen gaan over de gewijzigde NOW 1 en de aangekondigde NOW 2. Ik heb besloten om daarom ook het eerste blok van vragen daaraan te wijden. Ook Bob heeft op dit moment heel veel vragen ingestuurd daaromtrent. Dus ik hoop samen met het verhaal van Johan al eerder dat wij daarin Bob veel antwoorden kunnen voorzien. Liesbeth, even voor jou de eerste aankondiging voor dit webinar. Ik schakel graag naar jou. Een ondernemer stuurde zojuist namelijk een volgende vraag en ik lees hem even op. Ik heb in januari 2020 aan mijn werknemers een 13e maand over 2019 uitbetaald. Wat is hiervan het effect op de loonsubsidie? Kun je die beantwoorden, Liesbeth? Ja, zeker. Dat ga ik beantwoorden, Tini. Nee, dat zal geen effect hebben voor de hoogte van het ontvangen subsidie. Want het UWV filtert bij de vaststelling van de definitieve subsidie de 13e maand uit de loonsom. Dus je hoeft geen terugvordering van de NOW-subsidie wegens een te lage loonsom over de periode maart, april, mei ten opzichte van januari te verwachten. Want de referentiemaand januari wordt dus gecorrigeerd. Duidelijk, dankjewel. Een andere vraag die binnenkwam van een kwekerij. De eigenaar van een kwekerij. Hij geeft aan dat hij afhankelijk is van seizoensinvloeden, uiteraard. Zoals ook veel op het nieuws voorbij gekomen. Hij had in januari daarom een veel lagere loonsom dan in maart, april en mei van dit jaar. Hoe wordt daarmee omgegaan? Ja, ik kan me die vraag van de seizoensgebonden ondernemer goed voorstellen. Maar in dat geval zal de maand maart gaan gelden als referentiemaand. De overheid heeft namelijk bepaald dat als de totale loonsom over de periode maart, april, mei hoger is dan 3 keer de loonsom over de maand januari, dat maart dan het uitgangspunt gaat worden. Door die wijziging die NOW 2 biedt, komen ook werkgevers zonder een loonsom in de referentiemaand januari mogelijk alsnog in aanmerking voor de subsidie. Het UWV zal alle werkgevers die in eerste instantie bij de NOW-aanvraag een afwijzende beschikking hebben ontvangen, gaan benaderen. En die werkgevers kunnen dan alsnog in de maand maart gaan opvoeren als referentiemaand. Maar let wel, daar wees Johan net ook al eventjes op. Uiteindelijk de mogelijk aanvullende subsidie zal dus pas bij de definitieve vaststelling bekend worden. Duidelijk, dus als ik het goed begrijp, dan kunnen zij nog steeds beroep doen op de regeling. En dat is eigenlijk jouw antwoord in het kort. Een laatste vraag over NOW 1. Wanneer moeten ondernemers de NOW 1 aanvragen als zij voorheen nog niet voldeden aan die voorwaarden, maar nu wel? Oh, die aanvraagtermijn voor die tegemoetkoming in de loonkosten, die is verlengd. Die wordt de nieuwe uiterste termijn is 5 juni 2020 en niet langer 31 mei. Hartstikke duidelijk. Wil ik het wat dat betreft laten bij de wijzigingen in NOW 1. Eventjes nog wel over NOW 2. Liesbeth, ik blijf bij jou. Tijdens het begin van dit webinar heeft Johan natuurlijk van alles verteld over de procedure rondom NOW 2, de termijn waarnaar wordt gekeken en dergelijke. Een concrete vraag die binnenkwam van een horecaonderneming. Zij hebben nu NOW 1 aangevraagd en gekregen, maar de ondernemer die stuurt nu: ik twijfel over het aanvragen van NOW 2. Kan ik dan mensen ontslaan om de toekomst in afgeslankte vorm in te gaan? Om zo toch te overleven. Hoe zit dat precies, Liesbeth? Kun je daar even over vertellen? Ja, Tini, dat kan ik. Dat is natuurlijk
hele terechte vraag voor ondernemers. Want wat ze willen is natuurlijk gewoon overleven en de toekomst goed ingaan. Nou, in beginsel kun je natuurlijk een werknemer op, als je daarvoor gegronde redenen hebt, ontslaan. Met het oog op de hele coronacrisis geldt nou het volgende. De overheid die zet met het invoeren van de noodmaatregelen in op het behoud van werkgelegenheid. De NOW-regeling die werpt als het ware drempels op bij het indienen van een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV op. Zo wordt een ontslagaanvraag gesanctioneerd met een boete. Onder NOW 1 bestond die boete uit een korting op de totale in aanmerking te nemen loonsom van 150% van het loon van de betreffende werknemer. In NOW 2 is deze boete verlaagd naar 100%. Het kan natuurlijk zijn dat als je al NOW hebt, dat die subsidie onvoldoende soelaas biedt en dat een ontslagaanvraag mogelijk onvermijdelijk lijkt. Nou, in dat geval moet je er rekening mee houden dat de gebruikelijke door het UWV vereiste onderbouwing bij je ontslagaanvraag ongewijzigd blijft bestaan. Zo ook blijven alle ontslagregels intact. En moet je aantonen dat voor de betreffende werknemer het ontslag niet voorkomen had kunnen worden met NOW. Hou er vervolgens ook rekening mee dat mocht je uiteindelijk beschikken over de gevraagde ontslagvergunning, dat de wettelijke verplichting tot het uitbetalen van de wettelijke transitievergoeding onverkort van kracht blijft. Een ander iets onder NOW 2 is dat je als werkgever verplicht om met de bonden te gaan overleggen als je voornemens bent ontslag voor meer dan 20 mensen aan te vragen. Er wordt eigenlijk ook bij de wetmelding collectief ontslag aansluiting gezocht. Zoals ook bij NOW 1 het geval was, kun je ook bij NOW 2 het dienstverband met een werknemer beëindigen met wederzijds goedvinden. Nou, dat kun je doen door alle afspraken omtrent de beëindiging vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. En in dat geval zal er nooit een boete kunnen worden opgelegd. Waar je wel rekening mee moet houden is dat er dan een deel van de subsidie later zal worden teruggevorderd, omdat je loonsom namelijk verlaagd is ten opzichte van de referentiemaand. Maar goed, de loonkosten voor de betreffende werknemer, die heb je dan ook niet langer. Ik hoop het hiermee wat verduidelijkt te hebben. Dankjewel Lisbeth voor jouw antwoord. Ik denk mooie vragen, mooi dat we daar ook een antwoord op kunnen geven zo uitvoerig. Arie, ik schakel terug naar jou. Dankjewel Tini. We gaan overschakelen naar Olaf ten Hope. Olaf is bestuursvoorzitter van MTH Accountants en Adviseurs. Olaf, welkom. Jij zit op de zolderetage thuis. Waar is dat? Dat is in het prachtige Meppel, Arie. Mooie omgeving. Hart van ons werkgebied, denk ik. Nou, dat niet helemaal, maar het is wel een hele mooie omgeving. Nou, vanavond hebben we het natuurlijk over corona. Wat betekent corona voor onze interne organisatie? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, er zitten allerlei faceringen in, zou je kunnen zeggen. In het begin van de coronacrisis was de interne organisatie volledig gericht op onze mensen. Dus veilige plek. En de veilige plek was thuis. Net als ik nu, ik zit hier al een hele tijd in dit kamertje te werken. En ben vandaag wel op pad geweest, maar zeker de eerste weken was ik thuis, net als alle collega's, of veel van onze collega's. Vervolgens kwam er ook wel een focus op van ja, hoe houden we een beetje plezier. Want iedereen zit thuis. We hadden het gelukkig goed geregeld. Iedereen heeft een laptop, heeft een iPhone, dus je kunt eigenlijk vlekkeloos door. Dat was een geluk, daar hebben we vorig jaar in geïnvesteerd. Dat is puur geluk dat het net vorig jaar heeft plaatsgevonden, waardoor we heel snel over konden op digitaal werken. Ja, en dan als de eerste zorg voor de mensen wat voorbij is, we hadden een meldpunt ingesteld en zo, dat mensen ook hun zorgen kwijt konden over de specifieke coronaproblemen. Dan zit je eigenlijk al heel snel op het tweede punt. Dat is je eigen finance. Hoe gaat dit ons raken dan? We hebben nu de mensen thuiswerken. Hoe is het met onze liquiditeit? Hoe komen we hier door? We zijn gelukkig gezond de crisis ingegaan. Nu kan ik zeggen dat we ook wel geluk hebben over de branche waar we in zitten. Want
Ja, we hadden natuurlijk een enorme werkvoorraad. Omdat je ja, in het voorjaar breekt deze crisis uit en dan moeten we jaarrekeningen maken, et cetera. Dus we hadden wel vraaguitval. Dat zat dan met name in specifieke adviezen die stil komen te liggen. Bijvoorbeeld corporate finance, overnames en dergelijke liggen dan even stil. Maar over het algemeen was die zorg dan ook vrij snel getemperd, hè, de liquiditeitsvraagstuk. Ja, we hebben ook snel geschakeld op klanten. Dat wil zeggen, taskforce is eigenlijk onmiddellijk in werking gesteld van ja, hoe gaan we onze klanten gestructureerd begeleiden met dit probleem. Want ja, dat moet je gestructureerd doen, anders gaat iedereen op zijn eigen manier de klanten bedienen. En ja, kennis is wel macht in deze crisis. Je moet het echt weten hoe het zit. Dus nou, daar zijn de twee vorige sprekers al een voorbeeld van hoe die taskforce dan opereert. Dus dat was eigenlijk heel belangrijk in het begin voor onze klanten, voor de ondernemers, om die te ondersteunen. Ja, en dan hou je eigenlijk de diensten over. Focus op, ja, hoe gaan we dan die dienst goed verrichten? Hè? Hoe gaan we samenwerken? In de audit bijvoorbeeld, kon je niet meer terecht bij klanten. Ja, hoe ga je dat oplossen? Dus zo geleidelijk aan, er zitten wat fases in. Ga je weer terug naar ja, je business zo goed mogelijk doen. Waar je in het begin eigenlijk alleen maar, wat Berend Jan eigenlijk ook al schetste, de eerste twee weken zijn gewoon chaos. Dan ben je toch wel aan het rennen en vliegen om te kijken, komt het wel goed? Hoe zorg je dat collega's aangelijnd blijven? Nou, dat is heel wisselend. Eigenlijk heb je twee, zou je kunnen zeggen, moeilijke collega-groepen, als ik het zo mag zeggen. Dat is de mensen die alleen wonen. En de mensen die volle bak in huis hebben. Dat zijn eigenlijk de twee groepen die het eigenlijk in het begin moeilijk hadden. En het was heel belangrijk om beide groepen goed te bereiken. Daar hebben we ook met leidinggevenden over gesproken. Van, heb nou dagelijks contact met je collega's. Of zorg dat je collega's, zeker als ze alleen werken, een ritme krijgen. Een gezonde dagopening hebben. Hè? Dus gewoon op tijd ja, achter het scherm zitten. Net zoals wij nu. En daar regelmaat in laten ontstaan. Nou, en ten aanzien van de vrolijkheid hebben we op een gegeven moment ook wat initiatieven genomen om het toch ook leuk te houden. We begonnen met een tulpenactie begin van het voorjaar. We zeiden, nou jongens, kom op, het wordt voorjaar, ook nu, in coronacrisis. En dat soort kleine gebaren proberen we te maken. En nou ja, onlangs hebben we dan een wandelchallenge ingesteld om iedereen ook een beetje fris en fruitig te houden tijdens deze crisis. Want ja, je zit wel veel. Zeker als je thuis werkt en met dat video bellen word je ontzettend effectief. Dus er is eigenlijk weinig dolletjes, weinig gein wat je normaal... Geen reistijd. Wat zeg je, Harry? Geen reistijd. Maar zeg maar... En je merkt nu ook gelukkig dat tijdens het video vergaderen ook ja, het dolle weer een beetje terugkomt. Dus we wennen wel weer een beetje aan die vorm. Maar in het begin was het ongelooflijk effectief vergaderen. Ja, dat is niet mijn sterke punt, Harry. Ten slotte, Olaf, graag kort. Hoe zie jij de anderhalve meter samenleving? Wat betekent dat voor MTH intern, onze inrichting van onze kantoren? Ja, we hebben met de collega's van Facility, die zijn echt alle locaties afgegaan. We hebben rode en groene muismatjes aangeschaft. Ik heb hier een rode. Schitterend. Dat betekent dat ik hier eigenlijk niet mag zitten. Maar goed, dit is thuis. Dus dat mag wel. Maar we hebben dus alle bureaus met de rode muismatjes mag je niet zitten. Alle bureaus met de groene muismatjes mag je wel zitten. We hebben stopborden, inrichtingsverkeer. We hebben eigenlijk een soort verkeerspark Assen gemaakt in elke vestiging. En nou, dat functioneert goed. Eenrichtingsverkeer. In Bussum hebben we ook eenrichtingsverkeer. Dan moet je echt een rondje lopen. En dat geldt voor heel veel kantoren. Nou, eigenlijk denk ik, zoals elk bedrijf daarmee bezig is, hebben we dat goed met signing aangegeven. Zodat je ook tussen de oren wel die anderhalve meter ook ja, blijft vasthouden. Want als je met collega's bent, dan vergeet je dat toch makkelijk. Olaf, dank je wel voor jouw bijdrage. Voor de tweede keer de beantwoording van vragen in ons vragenrondje. We schakelen opnieuw over naar Bussum, naar Tini Dijkstra. Arie, dank je wel. Ik hou hem even kort.
En dit keer ga ik graag over naar Johan Fokkens. Johan, wat is er geregeld, of gaat er misschien nog geregeld worden, voor de DGA's? Zeker na de NOW-regeling. Niet van toepassing is voor DGA's en sommige bedrijven nog steeds niet in aanmerking komen voor de compensatieregeling aan 4000 euro. Ja, behalve dan de TOZO en TOZO 2, is dat voor de, zeg maar even, de DGA, is dat wel een beetje het enige wat inkomensregelingen waar ze recht op voor aanspraak op kunnen maken. Waarbij ik dan wel aanteken dat de verplicht sociaal verzekerde DGA wel weer onder de NOW valt. Maar zeg maar de hele grote groep eigenlijk niet. Oké, okay, hartstikke duidelijk. Laatste vraag tevens ook meteen, dan gaan we weer over naar Arie. Deze vraag die komt van een kinderopvang. Zij schrijven het volgende. Wij verwachten op middellange termijn, daarmee bedoelen zij 2 tot 3 maanden, een inkomstenderving door klanten die minder opvang af gaan nemen en het niet direct op kunnen vullen in deze bijzondere tijd met mensen van de wachtlijst. Zijn daar ook compensatieregelingen voor? Of mogelijkheden voor? Of zijn de regelingen alleen voor bedrijven die nu inkomstenderving hebben? Nou ja, die 2 tot 3 maanden zou je kunnen zeggen, die valt wellicht nog binnen die tweede NOW-periode. Nou is de kinderopvang sowieso in zekere zin een wat bijzondere branche, maar in zijn algemeenheid kun je zeggen dat de regelingen met name gericht zijn op de huidige omzetterugval. Mocht je met deze omzetterugval van die 2 of 3 maanden waar je het dan over hebt, weer gemiddeld meer dan 20% omzetdaling hebben in zo'n meetperiode van 3 maanden, dan kun je wel een beroep doen op de NOW. Maar het is met name bedoeld dus helemaal voor de huidige meetperiodes. Dankjewel, Johan. Gaan we over naar Arie. Dankjewel, Tidi Dijkstra en Johan Fokkens. Fort Voordorp in Groenekan was tot voor kort een grote evenementenlocatie, wat lange tijd is geleid door zus en broer Jantine en Vincent van Denderen. Na vele jaren leiding te hebben gegeven aan dit succesvolle bedrijf, hebben ze recent echter besloten om een punt te zetten achter de activiteiten van evenementenlocatie Fort Voordorp. De agenda voor de rest van het jaar was plots leeg en er was geen stip aan de horizon. Welkom Jantine van Denderen, fijn dat je aan dit webinar jouw medewerking wilt verlenen. Dankjewel, Arie. Heel fijn dat je er bent. Dus vanaf 15 maart ging alles op slot, ook bij jullie. Wat was het gevolg voor jullie bedrijf? Voor ons was het gevolg dat eigenlijk de agenda sowieso in eerste instantie tot 10 april helemaal leeg werd geveegd. Daarna kwam 1 mei. Wat wij eigenlijk gelijk hebben gedaan is alle definitieve evenementen die stonden tot juni, tot met juni, hebben we gebeld, gevraagd wat ze wilden, gratis doorplaatsen naar het najaar. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het najaar op een gegeven ogenblik verschoof naar 2021. Dus dat was eigenlijk de eerste golf, zeg maar, die wij tegenkwamen. Stond er nog wel iets in de agenda voor dit jaar dan? Ja, jawel. Er stonden nog een aantal evenementen. NVB bouwen bijvoorbeeld. Er stonden een aantal evenementen die echt wel definitief door zouden gaan. Althans, voor zover we nog niet op de hoogte waren van wat er nu is. Jantine, als je dat ziet gebeuren, wat gaat er dan in je om? Het is heel bijzonder als jij heel veel omzet hebt en in één keer nul binnenkrijgt. Dus dat heeft best wel veel impact. Geeft heel veel onzekerheid, ook richting personeel. Daarin ben je eigenlijk bezig om personeel ook gewoon gerust te stellen dat het op zich oké is nu. Dat je wel gewoon maatregelen moet gaan nemen op een gegeven ogenblik. Dus je moet echt ook afwachten wat is die stip, wat mogen we zo meteen wel, wat mogen we zo meteen niet en wanneer mogen we wat. Want de inkomsten vielen weg, de kosten gaan gewoon door. Ja. Ja, ga je dan met mensen praten? Heb je advies ingewonnen? Op een gegeven ogenblik ga je wel gewoon een gesprek aan, ook met de diverse mensen. Je kijkt om je heen.
Op een gegeven moment, die NOW die kwam natuurlijk, maar ja, daar mocht je geen mensen ontslaan. Dus dan ga je toch ook arbeidsjuridische informatie inwinnen. En daar hebben wij Lisbeth eigenlijk ook voor gesproken. En hebben samen eigenlijk ook een plan opgesteld. Dus dat is wel, dat moet wel. Want jullie hadden 4 medewerkers, 4 FTE. Wat hebben jullie toen gedaan? Hoe heb je dat aangepakt? We hebben verschillende scenario's hadden we eigenlijk bedacht. En we hebben afgesproken vanuit 21 april was de persconferentie. En we hebben gezegd, we wachten die af en kijken welk scenario we gaan volgen. 21 april gebeurde voor een evenementenbranche eigenlijk vrij weinig. Volgens mij voor heel veel branches vrij weinig. En hebben toen de knoop doorgehakt en gezegd van ja jongens, we zien die stip op die horizon niet. En we zullen dus voor iedereen ontslag moeten gaan aanvragen. En dat hebben we eigenlijk, zijn we het gesprek gewoon met werknemers aangegaan. En zijn daar heel open en eerlijk in geweest van jongens, er zijn verschillende scenario's. Er is geen geld voor een transitievergoeding, was eigenlijk de boodschap. Als je hem wel wilt, dan trek je het fort om. We kunnen je wel gewoon geruisloos de WW in laten gaan. Dat, uiteindelijk is dat er ook op uitgekomen. Wat is nou jouw grootste angst geweest? Dat ze niet akkoord zouden gaan. Dat zou betekenen dat je in een faillissement in zou gaan. Dan zou je faillissement ingaan. En dan ben je natuurlijk gewoon geen baas meer in eigen huis. En dat had gewoon heel veel consequenties gehad. Ja. Even voor de duidelijkheid, het is een huurpand. Jullie huren dat van je vader. Ja. Is dat ook de enige reden waarom je uiteindelijk het bedrijf kon staken en dat je niet aanstuurde op een faillissement? Ja, in feite wel. Ja, je bent wel afhankelijk van je huurbaas natuurlijk in dit geval. We hebben daar ook uiteraard overleg over gehad. En eigenlijk was ook zijn visie van, er is eigenlijk maar één manier en dat is gewoon nu de deuren dicht. Het voorlopig uitzingen en kijken wat de toekomst gaat doen, ook op evenementengebied. Ik vind het heel knap en ook bijzonder dat je dit met ons wilt delen vanavond. Waarom doe je dit eigenlijk? Omdat ik denk dat er veel meer ondernemers met dit dilemma rondlopen. Ik vind het gewoon ook belangrijk om te vertellen. Ten slotte, hoe kijk je terug op het totale afsluiten? Jullie hebben dit samen ruim 20 jaar gedaan.